nieuwe video voor jullie en ik heb weer een hele leuke video. Want vandaag heb ik een unboxing van een nieuwe camera die ik heb besteld gisteravond. Hij is hoe? Ik heb hem gisteravond besteld en hij is iets van een uurtje geleden binnen. En ik ga hem speciaal voor jullie unboxen op de camera. Ik heb hem gekocht omdat mijn andere camera, die heb ik meegenomen op vakantie. Alleen hij is dus kapot gegaan tijdens mijn vakantie. Mijn lens is kapot gegaan. Hier een filmpje. Dus dat was niet zo fijn. En ik ga dus naar Canada. En daar wil ik super mooie video's ook nog maken en foto's. Dus toen dacht ik, dan bestel ik gewoon een mooie nieuwe camera. En dat heb ik gedaan. Ik heb de Canon G7X Mark II besteld. Eigenlijk wou ik die al langer hebben. Ik wou deze al bestellen voordat ik die had, zeg maar. Maar ik vond het toen nog te duur. En toen wist ik nog niet zeker of ik verder wil gaan met YouTube en dat soort dingen. Maar ja, dit vind ik wel een goede koop voor een tweede camera. Ik zat ook nog te kijken naar de Sony camera, maar die is nog duurder. Dus ik dacht, ja, dat doe ik niet. Ik denk dat deze gewoon super goed is. Dus daarom heb ik deze genomen. En ik ga hem voor jullie unboxen. Dus ben je benieuwd? Zou ik zeker verder kijken. Nou, laten we hem openmaken. Ik ben zo benieuwd. En ik heb er ook nog een leuk hoesje bij besteld. Dus dat is wel leuk. Oh god. En hier zit hij in. Trouwens, als je ziet, ik heb mijn haar vanochtend roze geverfd. Alleen, ik wist niet, ik wou dat het feller roze was. Nu is het een beetje heel licht roze. Dat is wel jammer, maar ja. Maar terug naar de camera. Nou, er zit dus alleen maar dit in. Nee, grapje. Dit zit erin eerst. Zo. En daar is mijn camera. Oh my god, ik ben zo blij, hè. Zo, jongens. Dit is mijn nieuwe baby. De Canon G7X Mark II. En ja, ik vind het echt zo leuk nu al. Echt een mooie verpakking ook. Dus deze. En ik heb nog een mooie hoesje erbij. Deze, want ik had deze. Maar ik denk dat deze wat steviger is. Helaas kunnen jullie hem niet voelen. Maar deze heb ik erbij. En dan zit er nog een bedankbriefje. Ik had ook nog een cursus fotograferen erbij. Cashback. En mijn bonnetje. Maar laten we de camera openmaken. Zo. Mijn nieuwe baby. Zo. Oh, jongens, kijk eens aan. Boekjes. Dat soort dingetjes. Lijkt het in dit doosje? Hij is heel klein volgens mij. Ik heb hem, jongens. Wauw. Wauw, hij is echt mooi. Dit is de camera dan. Wauw, hij is echt heel mooi, jongens. Hier kan ik echt mooie video's mee maken, zie ik nu al. Oh, dit is hem dan. Ah. Wauw, en dan heb je zo'n klapschermpje. En dan kan ik zo filmen. Heel erg leuk. Oh, ik ben er heel blij mee. Ik kan hem ook nog zoiets doen. Nou, ik kan hem later even ontdekken wat ik hier allemaal mee kan. En volgens mij... Nee, ik moet hem eerst opladen. Maar hij is echt heel mooi, vind ik nu al. Ik ga hem weer in mijn hoesje doen. Zo. Even kijken wat er hierin zit. De oplader. Bandje. Oh ja, de batterij hier. Nou, dit is er nog meer allemaal in. Ik ga hem even in mijn hoesje doen. En daarna ga ik hem even opladen. Want dan kan ik hem natuurlijk uittesten. Dan kan ik een stukje mee filmen. Dat is natuurlijk ook leuk. Zo. En ik ben er heel erg blij mee, nu al. Zo. Even erin doen. Ik heb dus nu een Nikon Coolpix S9900. Die is niet meer te koop. Je hebt nu wel de tweede versie. Alleen, die is eigenlijk niet aan te raden. Als jullie een camera willen, zou ik die niet nemen. Want, ja, hij is wel handig. Maar hij is heel snel kapot gegaan.
En de filmkwaliteit is ook niet super. En ik heb video's met deze camera gezien. Ik heb filmpjes opgezocht en die was veel beter. Maar ik ga even mijn hoesje doen. Zo. Handig touwtje. Dan ga ik hem maar inschuiven. Zo, en een heel handig hoesje om hem mee te nemen. Gewoon op vakantie, dat ik hem zo om mijn middel kan hangen. Hij moet wel wat hoger. Nou, een hoesje erbij. Ik ga nu mijn camera opladen en dan kom ik vanmiddag weer bij jullie terug voor de beeldkwaliteit en dat soort dingen. Dus ik kom nu bij jullie terug. Jongens, oh my god. Deze camera kwaliteit is zoveel beter dan de andere. Ik ga zometeen ook even filmen met mijn oude camera nog. En dan kunnen jullie het verschil zien. Maar ik vind het, ja, ik vind het super goed. Ik moet wel nog aan wennen, want ik kijk nu naar boven en ik moet in de lens kijken. Maar ik vind het super goede kwaliteit. Ik ben er heel erg blij mee. En nu kan ik nog extra mooie video's voor jullie maken. En de foto's van Instagram vind ik ook heel leuk om nu allemaal foto's te maken. Ja, misschien hebben jullie het al voorbij zien komen op Instagram. Van mijn vakantie in Finland en Zweden. Maar ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super leuk dat ik een nieuwe camera heb gekocht eigenlijk. Ik ben super blij mee. En dat was ook echt nodig, want voor mijn vakantie in Canada wil ik natuurlijk hele mooie video's maken. Dus dit is super handig. En deze kwaliteit is ook zo mooi, vind ik. En hij stelt goed scherp en alles. Veel beter dan die andere. Nu zien jullie het verschil. Dit is de kwaliteit van mijn oude camera, de Nikon S9000. Nou, die is ook niet meer te koop. En ja, ik ben er blij mee. En ik hoop dat jullie dit video leuk vonden. Als jullie nog vragen erover hebben, laat het achter weten in de comments. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Doeg!